Okay. Hier de 10 kilometer. Die gaat dus. 2, 1. Ja. Mevrouw van Palen, exact op tijd hoor. Dit is natuurlijk een tijd waar u blij mag zijn. En dan straks op de fietsen springen en dan een mooi achteraan. We hebben natuurlijk ruim mag je zeggen. Maar we hebben hier ook de topatleten die daar weggaan. En ik heb al gezegd, je hebt een koortje met die kaart van de veen. Die zitten daar op zo'n vloer. En nu mag je daar een applaus mee geven als je hier naar voren gaat leren bent. Want is dit een geweldige deelnemer zelf. Maar heb je een beetje niet moeten voelen. Je hebt hard moeten werken. Je hebt de spanning op moeten voelen. Om niet te laten concurrenten op achterstand te zetten. Maar hier heb je natuurlijk in dat mooie leven van afgelopen atleten in die 24e. En u bent de gast op deze hele mooie 23 april. Bij u woon hier in Harderwijk, mag je zeggen. Zijn zij natuurlijk en wat over zijn. Voor de man die de 24e editie van de Volkswagenloop op zijn naam gaat brengen. Hij loopt soeverein aan de leiding. Het is de man met nummer 21 voor de zin. Het is Van der Veld. Van der Veld in die 20 is iemand jonger dan Maaike Brouwer, Apeldoorn. De man met nummer 48 in station in Timisala, Harderwijk. Bloot communicatie. Communicatie. We hebben 221. We hebben 235. Dat is de man met nummer 317. Dat is de man die allemaal op elkaar zou voldoen. Hij is een businessloper. En we hebben ook 922 erbij zitten. En die komen door. Laten we even afronden in 18 minuten. En dat is Robert Edelman. En dat is de snelste man van zo'n goal. 35 minuten. En dan moet je even winnen. Als je de vlaggen ziet hangen. We hebben de wind mee. En daar is natuurlijk weer een man. Die was voor de Die ziet de achtergrond. Ja, die is al.
En die komt ook hoor, en die vuur dan ook, dat zijn er 612. Dus dat is een grote Dat is een mooie instantie hier, hemelsbreed. Ik denk iets naar oostelijke richting, voorbij het bos, zeg maar. Prachtige instantie waar kinderen met gedragsspecifieke eigenschappen, kinderen met ADHD, autisme en PDD-NOS, op hun eigen manier worden geholpen. Het licht, hè, of niet? Of is het oké? Moet ik de knieën? Ja. Misschien moet het eerder schavot ietsje naar voren halen, dan is iets meer licht. Oké, ja. Kijk, dan denk jij traint veel? Ja, wel drie keer in de week, ja. Dus, ja. Daarnaast nog aanvullende sportschool erbij. Nee. Dit zijn ze. De wisseltrofee, beide, op de 5 en de 10 kilometer. Kortom, een jaar op de kast. Dan weer inleveren. Ja. Nee. Goed. Gefeliciteerd. Ja,